Doelman van Club Brugge. Hij is dus zowat een halve Belg geworden. Een jaar of 15 zijn, geloof ik. Is dat dan de reden? Je bent dus niet meer van de jongste, 33, dat je er niet meer bij bent in de selectie van Guy Thijs, waar je toch vaste keus was tot voor kort. Ja, ik weet het niet, maar ik heb dit seizoen eigenlijk een beetje van een... Goedenavond, dames en heren, of beter gezegd een goedemorgen. Welkom voor de eerste keer vanuit onze studio LE. De eerste keer in een lange reeks van 14 dagen. Over enkele minuten beginnen in Los Angeles de 23e Olympische Zomerspelen van de moderne tijd. U kan dat allemaal live meemaken. U bent naar schatting een van de 1 miljard kijkers die dat vannacht allemaal rechtstreeks zullen meemaken. Die Olympische Spelen beginnen in het Memorial Coliseum in Los Angeles met een openingsplechtigheid en die zal 200 minuten duren. Er zijn 88.000 toeschouwers in het Memorial Coliseum en twee daarvan zijn Roger Moens en Rick de Sadeleer die zo dadelijk het commentaar vanuit LA zullen verzorgen. Heel de show daar heeft ongeveer 400 miljoen Belgische frank gekost en men maakt mij nu duidelijk dat we kunnen gaan overschakelen naar LA. U hebt daarnet gezien, het is bijna 16:30 daar. Over naar Rick de Sadeleer en Roger Moens. Welkom in het Memorial Coliseum te Los Angeles voor de opening van de Spelen van de 23e Olympiade. We zijn inderdaad met twee om ons voor u letterlijk in het zweet te werken, want het moet er zo ongeveer 35 graden zijn op het ogenblik. Ikzelf en dan de grote specialist van de Olympische Spelen in de BRT, ploegenman die aan zijn achtste Olympische Spelen toe is, die er zelf aan twee heeft deelgenomen. En ik weet dat hij dat niet graag heeft, maar ik moet er voor de jonger toch even op wijzen dat hij zilver gehaald heeft in 60 in Rome, in een van de koninginnenstukken van de atletiek, de 800 meter. En dan ook nog tussendoor 7 jaar lang wereldrecordhouder is geweest op diezelfde afstand. Roger, deze Spelen, dat we het mogen zeggen, zijn anders dan de andere. Ja, helemaal anders. Om te beginnen al zijn ze gecommercialiseerd, wat vroeger het geval niet geweest is. En dan vooral anders door het feit dat zoals 4 jaar geleden ook er een boycott gekomen is. Een boycott misschien niet alleen, er wordt wel beweerd dat het een politieke boycott zou zijn. Anderen beweren, en niet van de minsten, dat de boycott van de Russen zou geïnspireerd zijn door het feit dat er hier een echte dopingcontrole is. Ja, goed, maar dat gaan we voor later houden. Het is ook anders omdat de omgeving anders is, de manier waarop het gebracht wordt. En we zijn in de gelegenheid geweest donderdag de algemene repetitie mee te maken van de opening. We zijn hier in Los Angeles, dat wil zeggen Hollywood is een van de deelgemeenten van Los Angeles. Wat zou je zeggen tot de mensen die nu nog op zijn en rechtstreeks kijken? Wel, blijf kijken, want u gaat de grootste muzikale show meemaken van alle tijden. Ja, ik geloof dat dat Cecil B. DeMille, de man die in zijn beroemde films 1000 figuranten gebruikte, waaronder er 10 gebruikte, dat die zou groen worden van jaloezie, mocht die zien wat er hier allemaal zal te zien zijn, dus in de komende 3,5 uur. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Olympische Spelen dat een opening plaatsgrijpt in hetzelfde Olympische stadion. Er waren al 2 keer Olympische Spelen te Parijs in 1900 en 1924 en ook in Londen 1908 en 1948. Maar het is dus de eerste keer dat dat gebeurt in hetzelfde stadion. In Los Angeles waren ze ook nog in 1932. En met dat Los Angeles gaan we nu kennis maken.
In 1932 waren hier 101.000 toeschouwers op het ogenblik van de opening. Nu zijn er dat nog 92.516. En nu we toch aan het aantal toeschouwers bezig zijn, wel voor de atletiekwedstrijden die beginnen volgende vrijdag, zijn er al 1.500.000 plaatsen verkocht. De zaken draaien. De zaken draaien goed, ja. Rick, u heeft ook cijfers over de entreeprijzen hier, de inkomprijzen. Ja, voor de opening was dat van 50 tot 200 dollar. Dat is dus van 3000 frank tot ongeveer 12.000 frank. Ik rond af tot 60 frank voor een dollar. Maar die kaarten waren al allemaal meer dan een jaar geleden verkocht. En nu is gebleken dat die vooral waren opgekocht, die sfeer Amerikaans, door speculanten. Er werden prijzen gevraagd van 1000 frank voor een ticket. Maar dat is dan teruggezakt. De vraag schijnt iets zoals verwacht teruggezakt tot 500 en minder. Maar dat betekent nog altijd wat. Dat betekent nog altijd 30.000. Dit is dan downtown LA, het centrum van de stad als men dat zo mag eten. Los Angeles City is met zijn 3 miljoen inwoners na New York de grootste stad in de Verenigde Staten. Maar Greater LA, de agglomeratie, bestaat uit 74 vrijwel aaneengebouwde stadjes en steden. En dat vertegenwoordigt dan een totale bevolking van 13 miljoen. Om u dat voor te stellen moet u even uw verbeelding laten werken. En even denken dat alle steden en gemeenten zouden aaneengesloten worden van België. Dat men daar nog twee keer Brussel zou bij doen. En dan zou men Los Angeles hebben wat bevolking betreft. Woody Allen heeft het zeer goed gezegd, dacht ik. Los Angeles, dat zijn 74 buitenwijken die naar een centrum zoeken en er geen vinden. Want inderdaad, downtown, je hebt het daar gezien, we zullen het straks nog zien. Dat zijn een hoop wolkenkrabbers met snelwegen doorheen. Bij die 74 deelgemeenten, zal ik ze maar noemen, zijn er enkele bijzonder bekende. Hollywood, Beverly Hills, Bel Air, Pasadena, Santa Monica, dat is de chique kant. Hier downtown LA. En dan langs de andere kant, het zwarte Watts, het Harlem van Los Angeles, waar in 65 de zwarte opstand ontbrandde. Met de hele wijk, die werden in brand gestoken, 35 doden en meer dan 1000 gewonden. Het is een stad, om u nog een idee te geven, die van zuid naar noord ongeveer 120 kilometer lang is. En van oost naar west 80 kilometer. Zonder wagen komt u hier nergens. En het zal u dan ook niet verwonderen dat er hier 5 miljoen wagens rijden. En wie hier is, die heeft de indruk dat die op ieder moment van iedere dag alle 5 miljoen op de weg zijn. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat zijn er waarschijnlijk maar 4,5 miljoen. Er zijn hier tussen haakjes ook 1200 kilometer snelwegen. De freeways noemt men die hier. Waarop de wagens bijna gestadig rijden, bumper aan bumper. En die 1200 kilometer die de stad doorkruisen, ik geloof dat dat zelfs iets meer is dan wat wij aan snelwegen tellen in België. Ja, snelheidsduivels zijn hier niet. Maximum snelheid ook op een snelweg in de woestijn, dat geldt trouwens voor de gehele Verenigde Staten, is 55 mijl per uur. Dat is 88 kilometer per uur. Vandaar dat u begrijpt dat er in de Amerikaanse films zoveel achtervolgingsritten voorkomen. Want de Amerikanen zien dat in de realiteit natuurlijk nooit. Behalve wanneer een Belgisch automobilist passeert. En ja, mijn geloof in de Amerikaanse film die heeft nog een andere grote deuk gekregen. En dat geloof was al niet groot. Dat is namelijk in iedere film ziet men Amerikaan die met de wagen is. Men ziet die stoppen langs een voetpad. Uitstappen, zijn wagen laten staan en ergens lustig binnenwandelen. Wel hier zijn wagen kwijtgeraken, dat is vrijwel onmogelijk. Gelukkig zijn hier in de stad, blokken noemt men dat, van de ene straat naar de andere, zijn die maar half bebouwd. En wel al die vrije plekken daarop, dat zijn parkings.
En daar wordt dan minimum $1 per uur gevraagd om te parkeren. Om u nog wat te zeggen van Los Angeles. Er is 350 dagen zon hier. Vandaar dat geen enkel stadion, ook dit niet, overdekt is. De gemiddelde temperatuur in de zomer is 28 graden. In de winter 20 graden. En dat betekent dat Los Angeles misschien de enige stad op de wereld is waar de inwoners in de winter kunnen kiezen of ze gaan in zee baden en zonnebaden of dat ze gaan skiën, want Los Angeles ligt hier, het is een enorme kom midden de bergen. Vandaar ook dat er een smogprobleem is waar u al wel zal van gelezen hebben, namelijk smog is de samentrekking van smoke en fog, rook en mist. En dat is nogal tamelijk ongezond. Gelukkig heeft de industrie de laatste dagen een inspanning gedaan. Is de smogtoestand, ja, mogen we zeggen, we hebben nog geen last gehad, hè, Roger, van de smog tot nog toe? Nee, absoluut niet, nee. Bon. Vraag is of dat zo gaat blijven duren voor de deelnemers hier. Er komen in Los Angeles, om je nog een beeld te geven, 42 miljoen toeristen per jaar. En ja, u kan dan begrijpen dat het toerisme een van de grote inkomstenpunten is. En ik kan u zeggen, als je hier roest, dan ben je minstens een paar dollar kwijt. Ja, dan is het een stad die samengesteld de bevolking uit mensen vanuit alle werelddelen. Er zijn hier bijvoorbeeld meer Spaans sprekenden dan in Barcelona. Er zijn onder andere ook 4000 Belgen die hier bestendig wonen. De Los Angelinos, zoals ze genoemd worden, de inwoners zijn bijzonder excentriek. Hoe je ook gekleed bent, wat je ook doet, wat je ook roept, er wordt niet naar je gekeken. Zelfs Roger Moes is hier nauwelijks opgevallen, tot nog toe, dat zegt voldoende. Het is een stad met vele beroemdheden. De meeste inwoners kennen ofwel een beroemdheid, ofwel kennen ze iemand die iemand kent, die een beroemdheid kent. Nou ja, alles samen, het is een stad zoals geen andere, uniek in de wereld. En nu, in de volgende 14 dagen, dus de Spelen van de 23e Olympiade. Dat zijn niet de 23e Olympische Spelen, want een Olympiade betekent de periode van 4 jaar tussen 2 Olympische Spelen. En aangezien er in 1916, in 40 en in 44 geen Spelen werden gehouden, zijn het de 20e Olympische Spelen van de 23e Olympiade. Rick, je zei daar zo even 350 dagen zon, altijd warm. En welke invloed heeft die warmte nu dus op de prestaties van de atleten? Wel, warm weer is uitstekend voor al die sportdisciplines, dus waar de spierkracht op de souplesse een hoog zal spelen. Ja, maar nu plaats voor de show. Het is Hollywood. Ik kan u zeggen, nog nooit gezien. Dan nog even wat over het klimaat. Dus warm weer, goed voor sportdisciplines dus, waarin spierkracht en souplesse een hoofdrol spelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de sprintwedstrijden in de atletiek, aan kogelstoten, hoogspringen, verspringen. Maar over de temperaturen... Ja. Over de temperaturen zijn al wel nadelig dus voor disciplines waarin weerstand en vooral uitdaging belangrijk zijn. Het type voorbeeld daarvan is de marathon.